06 31 3088. We gaan, ik werk in Gouda Bloemendaal en zet mijn fiets altijd op de begane grond neer, voor degene die het kent daar. Het eerste waar ik altijd zicht op heb is de Buurstee, een buurthuis, hartstikke goed initiatief, maar het is iedere dag weer iets anders. Dan is het een fietsrepareerpunt, dan is het een samenkompand voor geestelijk gehandicapten en weer een andere dag is het een buurthuis voor onder andere ouderen onder ons. U zult zo begrijpen waarom ik dit meld. Cultuur, wennen aan een nieuw begrip. Ja, wennen aan nieuwe begrippen. Men wil alles een beetje populairder maken. Waar is dat goed voor, al die nieuwe begrippen die vanuit de politiek worden gelanceerd? Ja, ergens. Om oude wijn in nieuwe zakken te verpakken? Ze vallen in ieder geval op, die opvallende termen. En dat zal wel de bedoeling zijn. Dan hebben wij het over bij Everts. En dat is dan weer wat anders dan het Evertshuis. Niet dat veel mensen weten waarom deze twee termen bestaan en welke het in de volksmond gaat winnen. Dan kennen we ook sinds kort het huis van alles. Een splinternieuwe term voor het aloude dorpshuis of buurthuis. Maar de exploitatie van die dorpshuizen stond onder druk en ze leggen al jaren in het land het loodje. Het beheerders-echtpaar van vroeger is vervangen door een conglomeraat van vele vrijwilligers en er zijn wat meer diverse activiteiten in te ontwaren voor elk wat wils. Het belangrijkste is dat ze als opvangplek op toevluchtsplaats dienen voor diverse groepen. Die diversiteit kan er dan toe leiden dat deze huizen van alles toch levensvatbaar blijken en een belangrijke functie gaan vervullen. Luim. Dan is er ook het droomhuis bijgekomen. Dan kun je daar slapen. Daar kunnen groepen terecht die bijvoorbeeld ruimte nodig hebben voor activiteiten. En die activiteiten hebben opslag en werkruimte nodig en dat is er. Voor creatievelingen bijvoorbeeld. Er is ook commotie over wat betreft financiering en de beoogde parkeerdruk bij zo'n droomhuis. En misschien ook wel drukte op bepaalde delen van de dag. Maar ja, waar gehakt wordt, letterlijk, vallen die spaanders. En dan hopen we dat het leuke spaanders worden. Kunst, cultuur, handvaardigheden en wat Dries al meer zei en ook zag, kunnen een voedingsbodem krijgen op de tijdelijke locatie van deze droomfabriek in de oude Beatrixschool in de Dronenwijk. Naast al meer ingeburgerde termen als rotonde en rondweg, die de laatste tijd voor wat commotie zorgden tot in de nationale pers aan toe, hopen we dat deze nieuwere termen en vooral de bezigheden daar, die daarmee gelinkt gaan, een aanvulling en succes zullen blijken voor de vele type gemeenschappen binnen onze gemeente. Het is nog wat fragiel, en daar gaat het volgende liedje over. Sting met Fragilidad, een Spaanse, Portugees, oh het is Spaans, hitje van zijn oude hit. Nou, je leest mooi op toon voor. Je leest mooi op toon ook voor. Ja, ik probeer ook een beetje. Nou was ik niet echt boos, maar te benadrukken. Ja. En de tonatie doet inderdaad veel voor het luisteren. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ik doe wel gedichten voordragen de laatste tijd met een soort, niet een videorecorder, nee, maar spraakrecorder. Leidt de video niet af. Ja, maar dan heb je het voorbereid. Hè? Ja, zeker. Het is een mooi song, hè, van Sting. Ja. Fragile. Ja, maar ik heb een EP'tje gevonden met 5 nummers in Portugees en Spaans. Deze nummers? Ja. Dit nummer? Ja. Oh, dat mooi. Dat heb ik nu bij me. Want, leuk. Die kost dan 50 cent, zo'n EP'tje. Ja, joh.